Vanavond gaat het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden van start. En dat betekent natuurlijk het antwoord op vele dwingende vragen. Want de makers lieten de kijker naar de zomercliffhanger in verwarring achter. Met als voornaamste vraag, waar is Nina? Hij is er alsjeblieft wel. Help, ik val! Vanavond komt er na een lange, hete zomer wachten hopelijk eindelijk antwoord op de grote vraag of Loes de Val overleeft. En dat geldt ook voor Nina. En Rick. Nee! Terwijl de fans zonder hun dagelijkse portie soap de zomer moeten zien door te komen, vermaken de acteurs zich prima op de allereerste GTST-boot op de Gay Pride in Amsterdam. En zoeken ze de zon op. Heerlijk. Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja, dat is even tussenuit. En even opladen om weer te beginnen. Ja, lekker hoor. Maar vanavond gaat het leven van de Meerdijkers weer gewoon door. Ze hebben je gefixeerd. Je hebt je nek weer even gebroken. Eerst de halve nacht liggen ketsen en dan gooi je me eruit? Ja, je vat het goed samen. Hoi. Rover. Rover is de zoon van Linda. Oh, daarom komt je naam zo bekend voor. We moeten volhouden. Ja, we vinden haar terug. We vinden haar terug. Maar gaat ze? Gaat dat wel gebeuren? Ferry en Hoek, heel leuk dat jullie er zijn. We zitten allemaal in spanning. Jij hebt het overleefd, zag ik al. Ja. Maar ik zie voor het eerst die beelden. Ja, nou, gefeliciteerd. Halo en zo. Heftig, man. Ja, maar je zit, ja, dat gaat dus goed. Dus dat weten we al. Ja. Maar en sommigen weten het eigenlijk al, want je kan het wel een beetje vooruitkijken. Ja. Mogen jullie wat zeggen of is het gewoon allemaal... We mogen wel wat zeggen over nieuwe gastacteurs. Ik bedoel, jij krijgt ook... Nee, maar de vraag is natuurlijk, waar is Nina? Waar is Nina? Wees voorzichtig wat je zegt. Marley denkt dat ze nu op de bank zit te kijken. Maar waar is Nina? Ja, daar kunnen we niks over zeggen. Ik heb geen idee. Ik was druk met hem. Nee, maar neem ons even mee naar de grote vraagstukken die daar los zijn gelaten aan het begin van de zomer. Waar krijgen we vandaag antwoord op?